En dan je schoonmoeder reageren. Oh, die jongens toch. Dus ja. Het verhaal van de schoonmoeder. Heb je nog een schoonmoeder eigenlijk? Ja, zeker. Een hele schoonmoeder. Nou, zit het dwars door die uitzending. Hoe is de Evelien de Bruin? Ik vind het wel lekker huiselijk, hoor. Een beetje af en toe gehoest ertussendoor. Ja, precies. Vind het wel, is toch een beetje familie hier. Hoe is verder? Ja. Maar nee, het gaat heel goed met mijn schoonmoeder. Ik heb er nog gezien met de paars. Oh, we hebben eieren gezocht. Ja. Samen. Maar vind je er ook leuk? Ja, ik ben gek op mijn schoonmoeder. Ja? Ja, en ze vindt mij ook nog wel wat. Dus nee, dat is heel fijn. Nou, dat is dan jammer, want er is wel een onderzoek over. Want heel veel mensen die hebben een beetje gespannen relatie met de schoonmoeder. Ja, raar eigenlijk. Hoe komt dat nou, vroegen ze zich af? Het kan te maken hebben met de evolutie, suggereert onderzoek. Psychologen ondervroegen 100 mensen over hun relatie met ouders, kinderen en schoonfamilie. Mannen en vrouwen rapporteerden vaker een slechtere relatie met de schoonmoeder. Zo bleek uit de resultaten. Experts zeiden dat het kan zijn dat schoonfamilie onbewust de kant van hun kind kiest en uitsluitend handelt in het belang van hun genetische verwantschap. Ja. En dat is toch dat eigen kroost eerst? Dat is het, hè? Ja, eigen kroost eerst. Dat is wel een mooie. maar ja, het is toch wel een beetje een uitzondering. Vaders gingen echter tegen dezelfde trend in en bleken beter overweg te kunnen met hun schoondochter dan met hun eigen dochter. Oh. En dat kan te wijten zijn aan het feit dat de dochter een nieuwe schoonzoon in het gezin brengt. Spraak van jaloezie van de vader. Weet je wel, dus eigenlijk. Wat een family affair. Ja. Wat een toestanden. Dus okay. Vandaar dat we wel vaak een hekel hebben aan de schoonmoeder, maar niet aan de schoonvader dan weer niet. Wat een bizar verhaal. Wel, dat is inderdaad wel apart als je erover nadenkt. Als je erover nadenkt, ja, dat is toch raar. Maar heb ik het nooit bekeken ook, deze hele... Maar, zo is het wel. Verhoudingsgewijs, maar zo is het, want Henk zegt het. Ja, nee, de onderzoekers. Oh, de onderzoekers, ja. Jij leest alleen maar voor. Ik lees alleen maar voor wat er staat, hè. Als het goed is. Nou, hebben jullie slechte ervaringen dan met... Jij eerst maar. Nou, mijn verhaal is vrij kort, want mijn schoonmoeder leeft niet. Nee, dat snap ik. Nee. Dat krijg je met een oudere man. Ja. Maar ja, ik heb schoondochters ervoor teruggekregen. Oh ja, dat hebben we wel. Maar die zijn dan wel heel leuk. Die zijn, tuurlijk zijn, ja. Want die leven nog. En kunnen misschien wel eens luisteren. Ik zat vanmorgen naar jouw programma te luisteren. Ja, nee. Denk je echt dat we opzetten en zeggen, nou, die schoonmoeder van mij, verschrikkelijk. Natuurlijk niet. Ja, precies, ja. Maar ik meen het. Ja, Geert, tuurlijk. Henk, hoe zit het met jou? Nou, mijn schoonmoeder leeft ook niet meer. Oh, oké. Okay. Dat is me goed ook. Oh, Henk!